Nou, voor de liefhebbers die allemaal gereageerd hebben op videofilmpjes die ik vanmorgen heb opgenomen. Het is nog steeds woensdag 22 mei. Nou, laten we zeggen, als bonus, omdat ik toch nog even in Geleen moest zijn, nog 1, maximaal 2 extra filmpjes van de opbouw van de grote kermis in Geleen. Ik zit hier naar inderdaad alle, ja, hoe noem je het eigenlijk, de raderen, de frames te kijken, wat volgens mij een reuzenrad moet worden, maar ik zie helemaal niks of dat überhaupt wordt opgebouwd of niet. Het is mij een raadsel, want overmorgen begint de kermis al. En ze zouden er nog aan moeten beginnen, dus dan moeten ze wel heel erg snel zijn, want het lijkt me geen attractie die je in een paar uur opbouwt, een reuzenrad. Dat is het, dat witte, dat waar ik nu tegenaan zit te kijken. Dus heel vreemd dat daar nog niks mee is gebeurd. Maar ja, je weet het allemaal niet. Freestyle, Rue de Paris, vorig jaar ook, het Spiegelpaleis. Staat hier geen bungee jump zoals vorig jaar. Dance jumper staat hier ook niet. Vind ik ook al bijzonder vreemd. Nou ja, dat hebben we vanmorgen ook opgenomen. Dit is... Laten we kijken. Wat is het nou geworden? Wat is het nou geworden? Ze zijn nog steeds alle rails aan het opbouwen. Even kijken. Goed, het is een keer met een XXL-uitvoering kwamen. Dan zal het... Nee. Ach, daar hebben we hem dan. Daar komt hij dan. De Supermouse. En kijk eens eventjes. De gondels staan ook al klaar. Dus... althans voor een deel. Ze zijn flink aan het werk. De Supermouse. Ja. Er zal ook nog wel wat komen, maar... Dit hebben we gezien vanmorgen. Booby Trap Hotel XXL. En ik zie inderdaad dat die attractie aan het einde van het Rijksvechtcentrum, waarvan ik vanmorgen nog niet wist van ja, wat is dat, wat gaat er nog worden. Zo te zien is dat de bungee jump. Die is nu verplaatst naar de andere kant van de Rijksweg. Ik ga daar niet naartoe lopen, want ik zie van hieruit al dat het dat is. Rijksvegcentrum. Woensdag 22 mei. Rond de klok van 5 uur.